Goed, wij hebben u meegenomen hier, hier in onze grootste hal van 6000 vierkante meter. In de Prins Bernhardhoeve. Hier ligt echt, u gelooft het niet, 7000 ton zand. Dat zijn 200 vrachtwagens, die zijn hier 5 weken geleden binnengekomen. De beelden daarvan kun je straks ook wel zien in de entreehal. We hebben echt een hele leuke animatie gemaakt van... Ja, wat hier te zien is, is het grootste indoor zandsculpturenproject ter wereld wat we hier neergezet hebben. Met 7000 ton aan zand verwerkt tot prachtige kunstwerk. Wat is het thema? Het thema is de Hondsrug verbeeld. Dat is het geopark de Hondsrug. Dat is een natuurgebied in de provincie Drenthe natuurlijk. Een grote heuvelrug wat over de hele provincie uitstrekt. En waar heel veel historie in zit. Archeologie, geologie. En heel veel ontdekkingen gedaan zijn de afgelopen jaren. En die beelden wij hier allemaal uit in zandsculpturen. Hoe lang zijn ze bezig geweest en hoe is dat gegaan? Ja, we zijn 5 weken geleden begonnen met de hele opbouw van het hele project. Dat gaat met bekistingen timmeren, dat gaat met het naar binnen rijden van het zand. Dat gaat met het aanstampen en het massief maken, compacten van het zand. Zodat de kunstenaars vervolgens daarmee aan het werk kunnen. En dan dat is een technische ploeg die dat doet. En dan de afgelopen 2 weken komen die kunstenaars dan, of zijn ze geweest, internationaal. En die maken dan van die gecompacte zandblokken deze prachtige beelden. Hoeveel zand ligt hier? We hebben hier 7000 ton, dat zijn 200 vrachtwagens vol met zand. Dat is echt bizar groot. Verwacht je veel bezoekers? Ja, wij gaan ervan uit dat wij rond de 70.000 tot 80.000 bezoekers dit seizoen hier naar dit project kunnen trekken. Wat vindt u ervan? Geweldig, ik vind het geweldig. Magnifiek wat ze hier uitvoeren. Heel mooi. Ja? Heel mooi. Wat ziet u allemaal? Nou ja, het is ook het verhaal erbij, hè, wat hij erbij vertelt. En het is een stukje geschiedenis. En dan gaat het leven gewoon. Maar het is allemaal wel bekend natuurlijk. Je weet het al wel, maar het is wel heel mooi om het zo te zien. Drenthe in zand? Drenthe in zand, ja.